dat ik het best wel heftig vond ergens of zo. Zo lekker dit. Wow. Helemaal opgewarmd kan zijn. We hebben een baantje zwemmen. Oké, ik ga niet echt. Nou, wie ben ik? 1, 2. Ja. We zijn in Mexico. Ik ga nu even laten zien hoe de weg er naartoe en zo was. Want het is wel een beetje heel erg ver. Skip over. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is een beetje bewolkt en ik wil nog wel even lekker in de zon kunnen liggen. Ik ga zo lekker ontbijten, want ik heb echt mega honger. En ik was al om 2 uur 's nachts wakker. En ik om 4:30, 5 of zo. Dus ik ga nu ook daar eten en ik heb echt mega honger. Het ontbijt is echt zo super lekker. Maar ik had een beetje een emo momentje. Alessio appte mij net. Want hij had zijn voet toch gekneusd, wat ik jullie had verteld thuis. En echt, wanneer ik weg ben, dan kneusde zijn voet echt zo stupid. Maar ja, ik appte hem net van, ik zal het even laten zien. Kijk nou, ik had hem geappt van, weet je, we moeten een keer met z'n allen hier naartoe gaan. Ja, moeten we doen. Hou van jou. Tot zo met FaceTime. Zo schattig. Oké, ik ga niet Nee, ik ga lekker chillen. Eten is echt super lekker. Het ontbijt kolossaal. Ja, dat ik iets negatiefs kan zeggen, maar dat kan ik gewoon echt niet. Want het is allemaal zo goed. Ja, ik ben sowieso wel heel erg snel dankbaar voor alles. Maar dit, ja, dit is echt buiten mijn verwachtingen. Echt. Het is echt amazeballs. We hebben echt nog een vette jetlag. Maar ik ga nu lekker mijn fruit opeten. Want het ziet er echt super lekker uit. Lekker? Maar je hebt geen aardbeidjes gepakt, hè? Jawel. Lekker dag. Ja? Was je slaapgevallen? Ja, bijna wel. Oh, zo lekker dit. Oh my goodness. Ja, dat zei ik toch? Van wat? Hij is nog nat hier bij mij. Oh, voor jou, ja. Lekker. Ik heb hem zelf net aangekleed en zoals je ziet, wanneer je dus meer tijd hebt, dat je dan ineens helemaal opgewarmd kan zijn. Oh ja, net was wel leuk, zijn we gaan voetballen. Ik en voetbal, maar ik was echt best wel goed. Ze zijn wel ingemaakt hoor, die jongens. Echt hoor. Ik heb een roze lippenstift op, een keer nieuw. Ik dacht kinky, weet je wel. Mama's gone wild. Met een t-shirtje, maar deze is een beetje baggy. Dat meer. Choose a any point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease to made the whole year in a week to main chick out of their league to side. Hele goedemorgen, wij zitten nu in de bus. Het is momenteel vroeg. Ja, heel vroeg, want we gaan naar de Chichen Itza en nog wat andere dingetjes gaan we doen. Ik ben super moe. Ik heb echt slecht geslapen. Maar let's rock this day. Cause I was we zijn nu bij Chichen Itza. Alleen jammer, je mag er niet meer opklimmen. Dat vind ik wel een nadeeltje. Maar ja, het is ook best wel steil, dus misschien wil je dat ook niet. Misschien heb ik daarvoor te veel hoogtevrees, dat denk ik. Maar in ieder geval, we gaan nu even al die tempels bekijken. En vanmiddag gaan we in zo'n grot zwemmen. Dat schijnt de eeuwige jeugdgrot zijn. Dus als je daar ingaat, in dat water, blijf je forever young. Nou, dat is echt iets voor mij. Cause I was
gewoon, joh. Huh? Ik zweet me rot. We have matching shoes. Oké, het is hier een beetje donker, maar ik zit dus nu in een van die grotten. En ik moet een beetje opletten waar ik loop, dat ik niet op mijn bek ga. Maar het is echt heel erg mooi. Ik praat een beetje zachtjes, weet wel niet waarom. Ja, ik ging net ook al bijna. En we gaan zo zwemmen dus. En het schijnt echt ijskoud te zijn, dus ik ben benieuwd. Ik hou niet van kou, ik hou van kou. Maar we shall see. Nee, het valt mee. Ga maar. Ik moet er even doorheen op. Ging je bijna in één keer, hè? We zijn nu in een heel klein dorpje, super schattig. Gisteren best wel heftig hoor, in dat dorpje, dat laatste stukje. Ik kan er nooit zo goed tegen, ik word altijd super... Terwijl die mensen zijn echt super gelukkig hoor, daar niet van. Ik denk misschien nog wel gelukkiger dan dat wij zijn. Omdat ze ja, gewoon heel simpel leven en daar gelukkig mee zijn. Alleen ik had wel zoiets van dat ik het best wel heftig vond ergens ofzo. Omdat je dat niet gewend bent en dat zie je niet. Ik weet niet, ik had ook een beetje een naar gevoel in mijn buik toen ik wegging van... Ja, ik weet niet. Ik weet niet, ik kan niet zo goed uitleggen. Het leek net alsof ik mensen aan het bekijken was. En dat daar hou ik niet van. Maar alsnog probeer ik altijd wat positief van dingen in te zien. En ik vind het wel mooi dat hun heel erg gelukkig zijn met heel erg weinig dingen, materialistische dingen die ze hebben. Dat ze daar echt ultiem van genieten. Dat vind ik echt, daar heb ik wel bewondering voor. Weet je, als wij even geen wifi hebben, zijn we wel gestrest. Nou, die mensen weten niet eens wat wifi is, dus... Zoek de verschillen. Kakken nou. Een kokosnoot. Kom eraan, wacht. Zo lekker en het is echt vers. Hey. Nou, wie ben ik? Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen, we zijn in Mexico. Ja, zo. Zo doe ik helemaal niet. Echt wel. Dat doe ik niet hoor. Wat? Het is echt zo heet, ik smelt gewoon helemaal weg. We hebben een baantje zwemmen. Het is hier 60 centimeter diep, hè, mop. Te gaan. Ik wilde vanochtend nog eigenlijk even zwemmen, maar het is echt super bewolkt, dus het gaat hem niet worden. Mijn wenkbrauw is ook trouwens helemaal niet afliek. Ik was mijn pincetje vergeten, dus amazing time gehad. Ik vind het alleen jammer, met Toei een excursie geboekt. En dat is eigenlijk best wel duur, want hier zijn meerdere companies die dus tours aanbieden. En je kan dus beter met een andere gaan, want het was gewoon $100 verschil. Het is gewoon $100 goedkoper. Maar ja, we zijn wel gaan snorkelen. Dat hebben we dan wel daar gedaan. Dat was ook echt amazing. Alleen, wow, die golven zijn zo heftig hier. Maar het was wel echt leuk. Ik vind het gewoon sowieso allemaal leuk. En ik ga hier zeker nog een keertje naartoe. Dan met de jongens. Want op dag 2 dacht ik, oh, dit is leuk voor lesje. Of dit is leuk voor Mems. Oh, dit zou Mems. De hele dag heb ik eigenlijk alleen maar dat verteld. De andere keer neem ik ze echt mee. Het hotel schreef Nick's achternaam iedere keer met 2 S's van Bas. Maar ik zei tegen Nick, dat is een watermerk in Amerika die best wel fancy. En nu zie ik hem hier staan. We hebben er 1 meegenomen voor thuis, want het is echt glas. Dus je kan er eigenlijk van alles in doen. Super handig als ik weer water in de koelkast doe met, hoe zeg je dat? Met lemon en met mint. 100 gram.
Nee, ik hoef niet. Ik heb geen honger. Maar voor straks. Nee, ik wacht wel gewoon. Ik heb net ook al gegeten.